1 december vinden in Nijmegen twee belangrijke gebeurtenissen plaats. Allereerst de uitreiking van de Edward Schillebeeks essayprijs, uitgeschreven door het tijdschrift voor Theologie in samenwerking met de Edward Schillebeeks Stichting. En de allereerste Edward Schillebeeks lezing, voor wie we Timothy Radcliffe, de Engelse Dominicaan, hebben uitgenodigd. Timothy Radcliffe is een beroemde figuur in de wereld van kerk en theologie. Hij is een Engelse Dominicaan, is lange tijd de generaal-overste van de Dominicanen geweest en heeft ook vele boeken op zijn naam staan die in de Nederlandse taal ook zijn vertaald. Hij is geboren in 1945, vlak aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in een welgesteld Engels gezin. Hij woonde in het zuiden van Engeland, ver weg van de stad, ging vervolgens studeren in Oxford, waar hij in aanraking kwam met de Dominicanen. Daarvoor had hij altijd op kostschool gezeten bij de Benedictijnen en raakte zo geïnteresseerd in het religieuze leven. Maar toen hij in Oxford ging studeren en met de Dominicanen in aanraking kwam, koos hij ervoor om Dominicaan te worden. En dat kwam omdat hij vond dat de Dominicanen heel goed in staat waren om de theologie en uitspraken over het geloof te koppelen aan het echte en aan het gewone leven. En dat had hij bij de Benedictijnen zo nog nooit meegemaakt. En je kunt ook merken dat dat heel erg veel invloed heeft gehad op Timothy Radcliffe, want het is iemand die heel goed in staat is om ingewikkelde zaken rondom kerk en geloof op een hele gewone manier te behandelen en te bespreken. En ook met heel veel humor. Het is een hele menselijke man, hij is zeer toegankelijk en kan dingen zeer goed uitleggen. Het is een begenadigd spreker en we zijn daarom ook heel erg blij dat hij naar Nijmegen wil komen. Toen Timothy Radcliffe afgestudeerd was in Oxford, ging hij lange tijd daar ook doseren. Dus hij werd een theoloog die zich met name met studenten bezighield en veel boeken las en in die tijd ook wel wat wetenschappelijke artikelen heeft geschreven. En vrij onverwachts in de jaren 80 werd hij opeens gekozen als overste provinciaal van de Engelse Dominicanen. In 1988 was dat. En heel kort daarna al, tot zijn eigen verbazing, werd hij gekozen tot overste van alle Dominicanen wereldwijd. En dat noemen ze daar magister-generaal. En daarvoor moest hij in Rome gaan wonen en de wereld rondreizen om met alle Dominicanen in contact te komen en daar leiding aan te geven. En dat was voor hem een hele nieuwe uitdaging. En hij heeft dat 8 jaar lang gedaan met heel veel inspiratie en heel veel menselijk gevoel. En dat heeft hem zeer goed gedaan, maar dat heeft hem druk bezig gehouden. Totdat hij in 2001 daarmee ophield en weer toekwam aan het schrijven van boeken. En dat heeft hij veelvuldig gedaan. Ik heb er hier ook een aantal bij me. Dit boekje, I Call You Friends, dat is ook in het Nederlands vertaald onder de titel Vrienden van God. En dat is een lange reeks van interviews met Timothy Radcliffe en een aantal korte artikelen over de uitdagingen van geloven en de uitdagingen van de kerk in de wereld van vandaag. En daarna schreef hij What's the Point of Being a Christian? Hij staat ook zelf hier op de voorkant. En dat boek gaat over de uitdagingen van christenen van vandaag. Nou klinkt dat alsof dat een boekje is wat probeert mensen ervan te overtuigen om christen te worden. Maar zo is het eigenlijk niet. Eigenlijk is het een boekje wat zeer kritisch is op christenen van vandaag en kritisch op de kerk. En probeert te zeggen, als je nou kerk wil zijn met elkaar vandaag, waar moet dat dan aan voldoen? Dan moet het over vriendschap en over liefde gaan en over openheid en over menselijkheid. En als de kerk dat voor elkaar zou krijgen, dan zou ze in de tijd van vandaag veel meer kans maken. Daar gaat dat boekje over. En dat heeft hij nog eens een keer uitgelegd aan de hand van wat het dan betekent om kerk te zijn in een boek dat heet Why Go to Church? The Drama of the Eucharist. En dat gaat over hele kerkelijke zaken, maar op een manier
zeer toegankelijk is en zeer open is. Op het internet zijn er filmpjes van Timothy Radcliffe te zien, waarin je kunt zien hoe humoristisch deze man is en hoe goed en toegankelijk hij spreekt. En dat doet hij hopelijk in Nijmegen straks ook. En hij zal in het kader van die Edward Schillebeeks lezing spreken over het thema geloof en verbeelding. Waarin hij vooral geïnteresseerd is hoe jonge mensen van vandaag hun eigen creativiteit kunnen inzetten om hun eigen geloof te onderzoeken en te ontdekken. En hij zal dat doen aan de hand van voorbeelden uit de hedendaagse kunst. Dan laten zien dat verbeelding een hele belangrijke factor is in het geloven van vandaag.